We zijn hier vandaag in Sunparks Mall, waar de kersverse finalisten voor Mr. Gay Belgium 2019 zijn verkozen. Bij mij heb ik Dieter zitten. Dag Dieter. Dag Bart, hallo. Alles goed? Zeker, ja. Oké. Je mag je kort even voorstellen. Ik ben Dieter Seeles, ik woon in Sint-Truiden. Ik ben 19 jaar. Ik ben verantwoordelijk sommelier in Sint-Truiden ook, een horecazaak waar ik werk. Ik doe mee met Mr. Gay Belgium, omdat ik het zelf heel moeilijk gehad heb om te outen. Vaker de stap gezet naar zelfdoding. En ik wil mensen duidelijk maken dat dat niet de bedoeling is. Dat er licht aan het einde van de tunnel is, dat je moet doorgaan. Oké. Super. Heb je concreet iets in gedachten hoe je dat gaat aanpakken? Ja, ik wil het aanpakken op sensibilisering. Ik wil mensen duidelijk maken dat er hulp bestaat. Dat er campagnes zijn, organisaties waar je terecht kunt voor praten. Helpt ook. Is echt een, ja, zou ik zeggen, praat met uw ouders, met uw familie, met uw vrienden. Dat is mij er ook doorgeholpen door te praten. Oké, dat is heel fijn om te horen. Om af te sluiten gaan we het heel luchtig houden, dus ik ga je een paar gewone vragen stellen. Wat is je favoriete vakantieland? Tot nu toe Gran Canaria. Waarom? Ja, ook de Bright en zo. Ook een, ja, mede mensen die je daar ontmoet. Heel veel mensen die ik daar heb leren kennen. En ja, het weer, goed weer. Dus als ik vraag sneeuw of zon, dan is het antwoord zon. Ja, zon, ja. Dan een andere, gewone keuzevraag. Saus erop of saus ernaast? Saus erop. Bier of wijn? Wijn. Mocht je een autobiografie over je leven schrijven, wat zou de titel daarvan zijn? Oh. Het gelukkig leven van Dieter. Oké, dankjewel Dieter en heel veel succes. Dankjewel.